Fact-checker. Hoi, mijn naam is Gerard de Groot. Er is een hele belangrijke brief gestuurd naar Wim Kuiken, die momenteel voorzitter is van de kiesraad. Hier zie je de brief vlak voordat deze de brievenbus van PostNL inging. Je moet maar even in de Wikipedia kijken omtrent wat de kiesraad allemaal wel niet doet, wanneer je dit wil weten. Op de envelop is een postzegel geplakt met Maxima erop. Onder de postzegel met Maxima erop is een vraag gesteld. Deze vraag luidt: is ook al biseksueel? Ja, hoogstwaarschijnlijk is dit zo en ze is gehuwd met de biseksuele Willem-Alexander. Biseksualiteit is erfelijk. In de inhoud van de brief die ik zo toon en ga voorlezen, wordt ook het met name biseksueel zijn van het Koninklijk Huis aangestipt. Hier zie je de brief vlak voordat deze werd ingesloten in de envelop. Ik heb de hele belangrijke brief aan voorzitter Wim Kuiken van de kiesraad op de rollen gezet en deze hele belangrijke brief zal ik dus even voorlezen. De brief scrolt langzaam mee. Ik begin. Aan Wim Kuiken. Hallo Wim Kuiken, dit is een hele belangrijke brief. Het posten en afgeven bij PostNL van deze brief is vastgelegd op video. Je mag deze brief bespreken met derden. Graag ontving ik dan een informatieve reactie, ook laverend. Het ontbreekt toch niet aan manmoedigheid? Bang voor eerlijke openheid? Ik verwacht dus een eerlijke open reactie, informatief en laverend. Ik ben een bescheiden journalist, een vrij beroep. Journalisten moeten gewoon en veilig hun werk kunnen doen. Wangebruik van gezag en macht is ook zware misdaad. Maar goed, het onderavige is eerder aangekaart met de kiesraad. Ik begin. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder meer geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen, voorgetrokken, zitten in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. Ik heb een lijst gemaakt van personen die mogelijk geslachtsdiffuus zijn. Zijn ze allemaal geslachtsdiffuus? Welke kun je bevestigen en welke niet? Bijvoorbeeld, is Ad Melke geslachtsdiffuus? Agnes Jongerius? Ahmed Marcouch? Alexander Pechtold? André Rauwvoet? Angela Merkel? Ank Bijleveld? Annabel Nanninga? Arie Slot? Atje Kuiken? Barbara Visser? Bart de Wever? Is Bernard Wientjes geslachtsdiffuus? Carola Schouten, Caroline van der Plas, Dirk Sauer, Dick Schoof, Dion Graus, Emiel Roemer, Emmanuel Macron, Erik Akerboom, Farid Asargan, Vert Gappengaus, Ferry Mingelen, Fleur Agema, Frans Timmermans, Freek Jansen, Frits Wester, is Geert Wilders geslachtsdiffuus, Geert-Jan Knoops, Gerrit Salm, Gert-Jan Segers, Halbe Zijlstra, Hanke Bruinslot, Hans Smolders, Hans Spekman, Hans Zwiegel, Henk Kamp, Henk Nijboer, Hero Brinkman, Hugo de Jonge, Ineke van Gent, Jack de Vries, Jan-Peter Balkenende, Jasper van Dijk, Janine Hennis Plasgaard, Jeroen Dijsselbloem, Jeroen Wollaars, is Jesse Klaver geslachtsdiffuus, Jet Bussemaker, Joe Biden, Johan Remkes, Joost Eertmans, Jurgen van den Berg, Kees Boonman, Kees van der Staaij, Lilian Marijnissen, Lilianne Ploemen, Madeleine van Torenburg, Marcel Gelauf, Maria van Bijsterveld, Marian Olvers, Mark Rutte, Martin Bosma, is Nico Kofferman geslachtsdiffuus, Paul Tang, Pieter Broertjes, Pieter Omtzigt, Reinier van Zutphen, Renske Leijten, Rob Trip, Ronald van Raak, Sander Dekker, Sigrid Kaag, Stef Blok, Sibrand van Haarsma-Buma, Thierry Baudet, Ton Elias, Ton Heerts, Uri Rosenthal, Vera Bergkamp. Ben jij Wim Kuiken geslachtsdiffuus? Wat precies is Wopke Hoekstra geslachtsdiffuus? Wouter Bos, etc. enzovoorts. Zoveel geslachtsdiffuusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffuus zijn. En schijnhuwelijken, passen ze schijnhuwelijken toe?
een strijd heterostijl suggererend? Bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffuus te zijn? De geslachtsdiffuus kan er niets aan doen. De oorzaak ligt bij de ouders. Is Nederland zo sociaal, liberaal en vrij? Nee, onchristelijk. Zoveel geslachtsdiffusen hoog in de hiërarchie, is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Geslachtsdiffusiteit, inclusief biseksualiteit, is erfelijk. Ze stammen toch af van onder andere de biseksuele koning Willem II? De drie prinsessen, Amalia, Alexia en Ariane, zullen ook biseksueel zijn. En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat ziekenweg de AIVD-atmosfeer? Staatsveiligheid? Is het gay en van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers. Het kweekt de afmattende redrace. Fnuikend voor een dosis mensen. Kinderen, volwassenen. Nog een opmerking hierover. De ene homoseksueel. Geslachtsdiffusen laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden en de andere geslachtsdiffusen, door al met al, vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij en jullie eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. Wanneer ergens een hetero jongetje geboren wordt, dan wordt ergens anders op een gegeven moment een bijbehorend hetero meisje geboren. Er is dus sprake van voorbestemming. Exact en ideaal is het wanneer genoemde twee op volwassen leeftijd elkaar ontmoeten en bij elkaar blijven. En een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Er zijn een heleboel hiernamaalsen. Bijvoorbeeld Willem Holleder komt op een gegeven moment ook in een hiernamaals. Wie wil daarna bij? Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig? Asociaal? Antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Huidige fundamenten, oud en vol met constructiefouten, is levensgevaarlijk. Je moet wat doen. Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij en jullie wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Iedereen op deze wereld moet dit alles toch eigenlijk weten. Dus graag een informatieve reactie. Ook graag dus een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar geldloze samenlevingen over de gehele wereld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Iedereen evenveel. Everyone as much. Graag dus je repliek. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je en jullie anders opbellen? Die zwijgt hem toe. En ja, gun me een interessante scoop. Doe één of meerdere bevestigingen. Je weet zo ongeveer wat bedoeld wordt. Vat het sportief op. Op 6 juli jongstleden was er de moordaanslag op Peter R. de Vries. Wat bestempeld werd als ook een aanslag op de persvrijheid en rechtsstaat. Je moet aan je integriteit denken en niet laf wegduiken. Nogmaals, men is levensgevaarlijk bezig op internationaal niveau. En nogmaals, vat het sportief op. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot, van onder andere het YouTube-kanaal Factchecker. PS, kan ik een interview met je krijgen aangaande al het onderavige. Zo, dat was het voorlezen van de hele belangrijke brief gestuurd naar voorzitter Wim Kuiken van de Kiesraad. Het Nederlandse politieke systeem is een soort van katvangerssysteem. Tal van stroommannetjes lijken de hoofdrol en de macht te hebben, maar dat is dus de facto niet zo.
De stroommannetjesachtige politici zijn veelal geslachtsdiffuus. De zogenaamde intelligentsia, die de meeste invloed hebben, zitten ergens anders. De gehele kiesraad is het een en ander te verwijten. Ten slotte kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van de hele belangrijke brief aan voorzitter Wim Kuiken van de kiesraad in een brievenbus van PostNL. Adieu. Fact-checker.